Poels. Jean, zou met mij mee gaan naar Utrecht? Niet met Poels. Poels is een slappe zak. Nu ben ik alleen. En iedereen denkt dat ik gek ben. Spreken dat jij mij in het vervolg even met rust laat. Yes. Welkom hier. Ik moet jouw vader zien. Mijn vader is er niet. Als ik jouw vader niet mag zien, dan ga ik me hier toch een scène schoppen dat niet te filmen. Ik denk niet dat je klanten daar zo blij mee zullen zijn, Pols. Ik blijf hier. Pap, ze is er. Ik krijg je niet weg. Kom, we beginnen het schema nog een keer. Wat doet dat mens hier? Sorry. Kun je nou nooit eens wat goed doen? Ik vraag jou één ding aan. Één ding. En dat kun je al niet. Kijk aan als ik met je praat. Je lijkt je moeder wel. Aan de slag. Ik wil je niet meer horen. Kom op, aan het werk. Sanne! Ja. Kom binnen, meisje. Ik zet even mijn tas hier neer. Hey, ben je nog eens door met filmen? Volgens mij de eerste keer dat ik je zonder camera zie. Oh, blij dat het beter met je gaat. Ja. Hey, maar ik weet wat er is gebeurd. Hè. Ik weet van je verleden, van de kliniek. Daarom heb ik ook geen aangifte tegen je gedaan. Ook het respect voor je vader. Ik ken hem al heel lang. Hey, maar vertel. Neem maar dat je excuses kon aanbieden. Nou, Scha, ik kom zeer zeker niet mijn excuses aanbieden. Ik weet je wat ik nou zo leuk vind? Ik weet alles. Ik weet dat jij drugs produceert in het tuincentrum. En ik weet dat jij de dealer bent van Ineke. Ik weet dat jij je afval dumpt in het moeras. En ik weet dat jij de oorzaak bent dat Ineke bijna in het ziekenhuis lag met een overdoos. En wat weet ik nog meer? Oh ja, Heijsen. Heijsen wist te veel. Jij hebt hem vermoord. Hoe heb je dat gedaan? Heb je zijn schedel ingeslagen met een stok? Net zoals bij Boelen? Deze meisje, je bent echt gek, hè? Heb je dat allemaal van Ineke? Ineke is een junk. Niemand gelooft haar. Ja, dus je geeft toe dat je haar drugs geeft. Meisje, als jij nog één seconde verder zoekt, dan ga je problemen krijgen. Niemand die jou nog redt. Niemand die jou nog beschermt. Ook je vader niet. Oh. Pap, kom. Sanne, het is klaar. We gaan nu naar huis. Pap, nee, maar... Sanne, je zit in een psychose, je bent in de war. Pap, ik zit niet in een psychose, schrijf. Schrijf niet, ik heb het op beeld, ik heb het op camera. Ik heb hier alle bewijzen... Sanne, luister naar me. Pap, luister. Die hele film van jou is één grote farce. Nee, ja, luister naar me. Connie heeft gebeld naar Utrecht. Naar de filmschool. Blijkt dat jij maanden geleden daar bent weggestuurd. Nee, dat is niet waar, pap. Dat is echt niet waar. Echt niet, echt niet. Sanne, nee. Jij bent ziek. Nee. Je hebt hulp nodig. Kom, we gaan naar huis. Vergeet je tas niet. Sorry, Shra. Je had geen gelijk. Ik zit op de filmacademie en ik weet het zeker. En jij liegt. Jij liegt tegen je dochter. Hoor je dat? Je liegt tegen je eigen dochter. Ik zit op de filmacademie. En dat weet ik zeker. Ik weet het zeker. Ik zit op de filmacademie, toch? Ik zit niet op de filmacademie. Ik heb het allemaal verzonnen. Ik heb het allemaal bedacht. Papa. 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 Papa, het gaat even niet meer. Ik sta voor de kliniek. Alweer. En dit is... Kom, die therapeut is er. Neem dat ding mee. Ja.
Hey, sorry. Ik had echt naar jou moeten luisteren gewoon. Nee, het is oké. Wat goed dat je er bent. Zullen we naar binnen? Ze willen gewoon de moord op Heijsen verdoezelen. Shit. Ah! Ik ben er niet geweest, oké? Okay? Oh, ja. Goed zo. Heb ik jullie eerst in de kerk gezien? Hey, Ab. Sorry dat ik je zo laat bel. Wil je me komen halen? Nu?